NECTV in Spanje wordt mede mogelijk gemaakt door Van Dijk, Geostik Labels & Tags, Novio Staal en JWR Elektrotechniek. Vlak voordat de selectie vertrok naar het vliegveld van Malaga spraken Mart Dijkstra en Remco Overseer over het trainingskamp van afgelopen week en de winterse transferperiode. Mart, de week zit erop. Wat was het voor een week? Een prima week. Hele goede, denk ik. En we hebben prima weer gehad, met name aan het begin, dus dat is ook altijd lekker. Maar verder, als je ziet hoe er gewerkt is, dat is hartstikke goed en goede resultaten. Dus al met al een hele mooie week zo. Heb je de hand van een nieuwe trainer en dus eigenlijk ook jullie keuze als directie al kunnen zien deze week? Ja, goed, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel leuk om te kijken. Je probeert iets toe te voegen aan die staf om die cirkel rond te maken als het gaat om persoonlijkheid. Als het gaat om verder doorontwikkelen van de teamorganisatie, speelwijze. En daar hebben we heel bewust voor gekozen. En dat zie je terug, zowel in de wedstrijden als in de trainingen. Dat hoor je ook terug van de spelers en van de bestaande staf. Dus ja, dat is misschien net weer die paar procentjes extra die we nodig hebben. Nu jullie met hem een week gewerkt hebben, hoe zou je hem omschrijven, de nieuwe trainer? Enthousiast, toegewijd. En heel veel verstand van de zaken waar hij het over heeft en wat hij graag wil zien. En weet hij precies hoe hij dat moet overbrengen. Merk je meteen ook in het team en bij jezelf misschien ook wel als aanvoerder verschil in de manier van spelen? Hij heeft meteen aan het begin wel heel duidelijk aangegeven wat hij wil zien en wat hij verwacht. En dat is wel iets wat anders dan we gewend waren. Maar ik denk dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering, maar dat je ook wel de hand van de trainer al iets wat terugzag. Dit zijn wel, hoe zeggen ze dat, tropenweken. Je bent gewoon volle bak, ook in zo'n week, veel met mensen in gesprek. Je probeert wat spelers eruit te lichten. Ik heb met alle stafleden voortgangsgesprekken gevoerd. Tegelijkertijd ben je natuurlijk ook naar de komende weken de transferperiode doorlichten. Dus dat zijn wel goede weken, zeg maar. Ja, want tot slot, in die transferperiode waar we nu zitten, verwacht je daar nog heel veel mutaties? Nee, misschien dat er links of rechts nog een speler zal vertrekken. En alleen inkomende transfers pakken we alleen spelers waarvan we echt denken, dat gaat meerwaarde zijn. Als dat er is. In de winterperiode is er niet zo heel veel in de markt, omdat het vaak spelers zijn die een krasje hebben, omdat ze weinig spelen of wat dan ook. Ja, die hebben minuten nodig in de basis om topfit te worden. Ja, en die tijd hebben we eigenlijk niet. Dus dat doen we alleen als we echt 200% overtuigd zijn. Dus als er geen speler inkomend zou kunnen zijn die toegevoegde waarde heeft, dan denk je dat met dit team het ook zou moeten kunnen? Wij zijn ongelooflijk tevreden met deze ploeg. Dit was de laatste video vanuit Spanje. Aanstaande vrijdag hervat NEC de competitie met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.